Een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van Zout en Licht. Een programma van de Waardevol Leven Gemeente waarin we verhalen van mensen horen. Verhalen van mensen uit de gemeente of daarbuiten. En verhalen van dingen die ze met God meegemaakt hebben. Soms is dat een verhaal waar God ingrijpt op een bovennatuurlijke manier. Maar het kan ook een getuigenis zijn van iets wat je, ja, wat je ervaren hebt. Wat God in je leven gedaan heeft. En dan gaan we nu luisteren naar het getuigenis van Erna. Erna, nogmaals, leuk dat je hier bent. En vertel eens, wat is jouw getuigenis? Wat is jouw verhaal voor vanavond? Nou, ik wil het hebben over de liefde van God. Ja. De liefde van God verandert je leven. En ja, wat is het nou mooier dan op een dag als deze, Valentijnsdag, om over de liefde van God te praten. Ja. En het aan de mensen te vertellen dat God van je houdt. Ja, want dat is even leuk te noemen ook voor de kijkers. Dit is eerder opgenomen op Valentijnsdag. En ja, het moment dat je dit kijkt is het al Valentijnsdag geweest. Maar ja, nu, op het moment dat we dit opnemen is het Valentijnsdag. En daarom extra bijzonder dat je dit getuigenis over de liefde van Jezus deelt. Ja, en nou hoeven we het natuurlijk niet te wachten op Valentijnsdag. Want dan zou het één keer per jaar moeten zijn dat we over de liefde van God kunnen praten. Ja. Maar natuurlijk kun je elke dag gewoon over de liefde van God praten. Want ja, het moet gewoon bekend worden dat God van mensen houdt. En God wil zich ook gewoon bekendmaken aan een ieder van ons. En dat heeft hij jaren geleden ook aan mij gedaan. Wow. Ik mocht zijn liefde ook, beleven, zeg maar. Mm-hmm. Hoe ging dat? Ik heb twee keer een relatie gehad van 7, 8 jaar... En na de tweede relatie dacht ik van, het is wel goed zo. Mm. Dit overkomt me geen derde keer weer. En laat ik me gewoon lekker in mijn eentje door het leven gaan. Maar toch ervaar je wel een leegte en dan ben je toch wel een beetje op zoek. En dan had ik in het verleden, bij de Andreasgemeente was dat, in de koffiebar, een gospelconcert meegemaakt. En nou, dat sprak mij wel aan. De mensen die waren daar vrolijk en ze waren oprecht. Het geloof kwam ook echt oprecht over. Hmm. En op dat moment dacht ik toen nog van, oh wauw, als je het geloof zo kan beleven, dan wil ik God ook wel een kans geven in mijn leven. Maar ja, het concert was afgelopen, je gaat weer de stad in en dan vergeet je natuurlijk wat je allemaal gezegd hebt. Hmm. En je gaat weer gewoon verder met je leven, gewoon werken en vooral veel uitgaan. Totdat mijn relatie uitging en mijn wereld stortte in. En ik was kapot, ik was op zoek. En toen moest ik aan de woorden van mijn vader denken. Die zei altijd, als je levensvragen hebt, dan moet je de Bijbel gaan lezen. Dus ik dacht van, nou laat ik maar eens even een keer doen wat mijn vader altijd zei. Yeah. En ik de Bijbel gaan lezen, maar het sprak me niet aan. Ik kon niks vinden wat mij raakte. Hmm. En toen moest ik weer aan die avond denken van dat concert. En toen dacht ik van, misschien zijn daar mensen met wie ik kan praten. En ik moest gewoon mijn verhaal kwijt. Ik moest gewoon met iemand praten. Die drang had ik gewoon. En ik wist van de boekenwinkel daar in de Oude Boteringstraat. En ik heb daar naartoe gebeld. En het was vlak voor 9 uur. Was op een donderdagavond, koopavond. En toen zei die man die de telefoon aannam van, nou, je kan misschien met die en die praten. Ik geef je het nummer wel even. Ja. Dus ik daar naartoe bellen. En tot mijn grote verbazing kon ik daar gelijk terecht. Diezelfde avond nog. Dus dat vond ik eigenlijk best wel heel bijzonder. Dat er iemand zo laat nog tijd voor mij nam. Ja. Dus ik naar Annemarie Graaf was dat. En ken jij misschien ook nog wel, Mark, hè? Ja. De goede oude tijd. En ik naar boven toe, zij woonde heel hoog. En ik kon mijn verhaal kwijt. Ik gewoon vertellen en zij liet me gewoon uitpraten. En ze onderbrak me niet. En ik kon gewoon mijn verhaal kwijt. En het voelde ook gewoon goed. Ik voelde me veilig daar en het was vertrouwd. En het was net alsof ik haar al heel lang kende op een of andere manier. En toen zei ze op een gegeven moment van, ken je Jezus? Weet je dat Jezus van je houdt? Hmm. Nou, dacht ik van, dat gaat toch over mij? Wat heeft Jezus er nou mee te maken? Yeah. Maar toen vertelde ze van, Jezus kan jou helpen. Hij wil jou helpen. Hmm. En hij kan jou die rust geven, die vrede geven waar jij naar op zoek bent. Wow.
En toen heeft ze me het evangelie verteld. En voor de zoveelste keer hoor je dat. Want ik ben van huis uit christelijk opgevoed. Ja. Dus je dacht, dat is geen nieuw nieuws of zo voor jou. Nee, precies. Nee. Maar toch hoorde het op een of andere manier heel anders. Het kwam gewoon echt bij mij binnen toen op dat moment. Wauw. En toen zei ze ook van dat je moet er wel voor kiezen. Mm. En toen heb ik op dat moment, die avond, heb ik mijn leven aan God gegeven. Wauw. En toen ik dat deed en toen Annemarie met mij bad, zag ik Jezus daar ook gewoon staan in de kamer. En hij stond daar gewoon echt met zijn armen zo wijd open en zei van kom maar, het is goed. Goh, wauw. En toen ik Jezus daar zag staan en hij dat ook zo zei, toen ervoer ik ook gewoon een enorme rust over mij heen komen. En ik voelde me geliefd, ik voelde me geaccepteerd en niet afgewezen. Ja. Tot op de dag van vandaag. Wauw. Ja, dat is gewoon heel bijzonder. Wat gaaf. En die liefde van God, vanaf dat moment is ook gewoon mijn avonturen begonnen eigenlijk met Jezus en met God. Ik mocht God gewoon als een liefhebbende vader leren kennen. Ja. En vroeger dacht ik altijd dat het een oude boze man was die naar beneden keek. En iedere keer als je wat fout deed met zijn vingertje. Pas op. Maar dat was niet zo. Ik heb gewoon God echt als een liefhebbende vader leren kennen. Wow. En gewoon dat beeld van hem is gewoon helemaal veranderd. En hij heeft gewoon zijn liefde in me uitgestort. En ja, het is gewoon heel mooi. Het is gewoon Gods liefde verandert je van binnenuit. Ja. Het herstelt je, het geneest je. Ja. En verbindt je. Wat een bijzonder verhaal, Erna. Wat gaaf. Ja. Mooi om te horen. Echt heel mooi. Ja. Het is wel een hele lange zoektocht geweest ook, hoor. Het was niet zo van de ene moment tjaka klaar. Nee, een proces. Het was een proces. Ja. En ik moest ook gewoon leren om die liefde te accepteren. Ook, maar ook gewoon toe te eigenen. En het ook gewoon, het was er gewoon voor mij. Ja, mooi. Ja. Heel mooi. En dat wil ik ook gewoon aan iedereen vertellen eigenlijk. Want het is gewoon heel belangrijk dat mensen weten dat God van ons houdt. Ja. Van jou houdt. En dat hij een plan heeft met ons leven. En heel anders dan wat wij zelf eigenlijk kunnen bedenken. Ja. Mm-hmm. Ja. En wat God doet is gewoon goed. Ja. En soms is dat tegen je eigen gevoelens in. Ja. Maar ik weet gewoon dat het gewoon goed is. Ja. Ja. Mooi. Ja. En ook, we vinden het ook heel mooi dat je het verhaal hier vertelt. Echt heel bijzonder. Ja. Mooi hoor. En je hebt ook een lied uitgezocht. Ja. Wat voor jou een bijzondere betekenis heeft. Ja. Ja, toen ik dat vroeg om een lied mocht uitkiezen, was het eerste lied wat mij te binnen schoot, How He Loves Us. En natuurlijk zijn er gewoon heel veel liederen over de liefde van God, maar dit was gewoon de eerste. En het is gewoon allesomvattend. En gewoon heel mooi, die liefde van God, zo mooi om, het is zo groot. Yes. En dat kun je eigenlijk niet gewoon in woorden uitdrukken en dat moet je ervaren. En dat is ook gewoon mooi dat het ook gewoon in liederen wordt uitgedrukt. Ja. Ja, mooi hoor. Dan gaan we naar luisteren. We gaan luisteren naar How He Loves Us door de Zout en Licht Band. Wind and mercy.
for you are, and I'll bid your affections are for me. And oh, how he loves us so. Oh, how he loves us. How he loves us so. Misschien kijk je naar deze uitzending en ja, ben je geraakt. Ben je geraakt door de getuigenissen? Of misschien ben je aangeraakt door een van de liederen die vanavond gezongen is. En als dat zo is, dan wil ik ook een zegen over je uitbidden. En laten we dat ook gaan doen op dit moment. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat u God bent die vandaag nog steeds ons aanraakt. Dat u nog steeds tot mensen spreekt. Dat u nog steeds mensen bemoedigt. Mensen richting geeft. En Heer, dank u wel dat, ja, dat u dat ook gedaan hebt bij Erna. En dat we daar ook van mochten horen vanavond. En Heer, ik wil bidden, Heer, voor de mensen die op dit moment kijken. Heer, de mensen die, ja, die misschien nog niet zo'n aanraking van u hebben gehad. Of niet zo'n aanraking van u hebben ervaren. En Heilige Geest, ik nodig u op dit moment uit. Om de mensen die nu kijken aan te raken. Om ze te vullen, om ze te vullen van top tot teen met uw liefde. Heer, want u bent de God van liefde. Heer, en u bent gisteren, heden en morgen nog steeds dezelfde. Heer, en u zegt in uw woord dat u van ons houdt. U bent een liefdevolle God. Heer, uw liefde is zo groot, dat kunnen wij nooit bevatten. Dat kunnen wij nooit begrijpen. En Heer, dank u wel. Dank u wel dat u voor ons naar deze aarde toegekomen bent. Heer, en dat u, ja, dat u ook nog steeds vandaag op zoek bent naar mensen die de weg kwijt zijn. Dat u nog steeds op zoek bent naar mensen die, ja, die het even niet meer weten. Heer, en ik bid een zegen uit over de mensen die met vragen rondlopen. Heer, over... ja, over het leven. Of misschien in een scheiding liggen. Of financiële nood hebben. Heer, dan bid ik, Heer. Kom met uw kracht. Kom met uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het kijken. En graag tot een volgende keer bij Zout en Licht. Hoi.